gerestaureerd was, zoals bekend met die harmoniums, doet enkele toonneten en een aantal registers neer. En ondertussen ben ik er nog mee bezig. Er zit een hele mooie register op, dat kent iedereen in de woning heeft. De Fox Humana. Dat geeft zo'n mooie vibratie in het orgel. Alleen dat is volgens mij het meest kwetsbare aan de harmonie. Maar het is een Pearl, Bernard Pearl uit Harte. Dat is uit in Duitsland. En heeft harmonieën gemaakt tussen 1909 en 1914. Dus het apparaat is ondertussen zo'n beetje 100 jaar oud. Dat ben ik nog niet. Wordt misschien wel. Lustrekt, dan gaat er een klepje open en dan wordt die toon beschikbaar. Je moet het vergelijken met een mondharmonica en daar zit dezelfde mechaniek eigenlijk in. Het is een membraampje waar de trilling wordt gebracht door het log en dat geeft dan de toon. En elke register, datzelfde wat je tegenwoordig op orgels hebt natuurlijk, nesteert voor een bepaalde klank. Nou, dit is de bassectie, dat loopt aan deze kant en dit is dan de hoge toonsectie. En dan heb je ook nog een combinatie, een koppeler heet dat. Ik hoop dat Leuvroge snappen waarom wat die term allemaal op slong. Maar goed, dan kan je de toetsen combineren. Dan is een indruk, dan geeft de hoge, octaaf hoger, geeft de toon op met. Nou, dan hieronder nog. En straks zal wel weer met de vrachtregels. Bij deze, dat is voor de mensen die het geoefende knieën hebben. Maar dan betekent dat volume en alle registers gaat dan automatisch los. Kijk, en dan zie je ook, dan gaat de klepjes los en dan krijg je nog volle meer volume. Nou, nee, ik denk dat we dan 27 ook wel nodig hebben. Want ik denk dat we heel hard goed zingen, dus dat moet vol dingen. Maar... de muziek ook eigenlijk in de rol, want toen ik kind was, kwam zo'n orgeltje bij ons op de delen te staan. En toen ben ik een beetje op aan het jengelen gegaan. Dat is mijn liefde voor muziek onder uit te ontstaan. Nou, en nu zit je er weer achter, hè, in deze tijd van de elektronica. Ik ga even...